go. Dames en heren, welkom bij een nieuwe Day One. Deze week zijn we bij niemand minder dan JJ Boske. Hij heeft er heel veel zin in vandaag. Hij is met ons mee. Ik vind het gezellig. Hij vindt het gezellig. De jel van vandaag is... Wij vinden het gezellig. We doen alles samen, altijd. Broeders voor het leven, kale koppen, niet te stoppen. Bam. Hebben we nog meer intro nodig? Ik denk het niet. Dames en heren, we zijn mee met je broer vandaag. All Access. We gaan met Day One meer lifestyle dingen doen. En met lifestyle bedoel ik gewoon toffe shit doen. Jullie dingen laten zien die je normaal nooit ziet. En vandaag zijn we mee met je broer, want hij is de sensatie dit jaar. Waar gaan we heen? We gaan nu naar Dutch Valley. Ja. En daarna naar Lowlands. Daar ben ik een soort surprise act. Want niemand weet dat wij elkaar bijna al... Ik weet niet hoe lang. Misschien wel al 10 jaar kennen. Hij is overdreven. Nee, wel. Ik denk 6 jaartjes. We kennen elkaar 6 jaar. We mogen elkaar nu 1,5 uur. Nou, dat vind ik wel lang. Ik wou een kwartiertje zeggen. Dit is mijn day one. Als we het over day one hebben, JJ, dit is mijn day one. Ik ben altijd onderweg. Kom thuis en gaan we weg. Mijn obsessie voor succes. Dit is show nummer 1? Ja, show nummer 1. Dutch Valley. Hip-hop steeds afsluiten. Ja man, I'm so hip-hop, you know? Hij is zo hip-hop, vooral met al die tunes van tegenwoordig. Ik ga precies geen hip-hop halen. Ben je nog hip-hop? Ja, ik ben hip-hop in hart en nieren, maar... Ik ben eigenlijk misschien in andere mensen hun ogen nooit hip-hop geweest. Als je kijkt naar de Nouveries-tijd en zo, hadden we niet echt een hokje of zo. Nee. Dus we hadden alle hokjes die stopten bij elkaar in 1 liedje of op een album. En nu ben ik meer freestyle, hardstyle, denk ik, geworden. Ja, maar dat heb je redelijk bewust gedaan, omdat je het tof vond, toch? Ja, zeker. En omdat je zag, hey, als ik dat ga doen, dan combineer ik een stuk passie met entertainment, zeker, wat er nog niet is. Zeker, en voor mij, er is niemand zoals ik op dit moment. Volgend jaar wil ik eigenlijk mijn show uitbreiden, dus ik wil er echt een show van maken. Nu is het gewoon een DJ met mij en ik ben mijn eigen hype man. Ja. Ik heb wel vlaggen en zo, maar ik wil gewoon mijn show echt gek gaan uitbreiden volgend jaar en dat verkopen aan de main stages van de grote festival. Ben je nu nog zenuwachtig voor deze? Nee, ik ben nooit meer zenuwachtig. Nee, hè? Ik heb gewoon heel veel zin in altijd. Kijk, dat is mooi. Dit is precies wat ik wil weten. Ik wil gewoon een keer een dag mee. Ik wil weten, ben je zenuwachtig? Hoe voelt dit? Hoe is het om voor zo'n grote stage te staan? Of op zo'n grote stage te staan voor zoveel mensen? Vind ik fucking vet. Ja. Zo gaan? Let's go. Bam. Ze hebben 3 uur voor de deur staan wachten. Hallo. Gek. Ben je gek? Ben je gek? Helemaal paranoïde.
af. Met medicijnen in mijn zak, ik wil eraf. Want ik wil feesten voor mijn fucking vaderland. Het is solo in de club, ik zet mijn vlag. Op het topje van de vlag. Er is niemand gewond, toch? Ik zweer het, ik vind het fucking gezellig. Ik kijk niet naar achter, maar waarschijnlijk iemand zo staat. Niet doen, afmaken, stoppen nu. Ik ga niet weg. Ik ga niet meer naar achter kijken. Hebben jullie nog energie? Ja. Hebben jullie nog energie? Ja. Oké, okay, top. We gaan voor de laatste keer feesten voor ons motherfucking vaderland. Wie houdt hier met heel zijn hart van Nederland? Hey. Oké, okay, dus de rest houdt niet van Nederland. Op donder, man. Nog één keer maar dan harder, zodat ze allemaal horen. Ik ben een kind van de duivel, mama. Jij hoeft niet naar de feesten. Als de dag in mijn huis is, open is mijn op mijn vrouwtje. Een kind van de duivel, mama. Jij hoeft niet naar de feesten. Als de dag in mijn huis is, open is mijn op mijn vrouwtje. Ik hou niet van. Nee, het was leuk, Dutch Valley, man, gezellig. Ik ga liefst nog anderhalf uur door. Volgend jaar mainstage, 100%. Dan hoort hij, dan hoort hij. Kijk, al deze mensen willen gaan, maar het mag niet, man. Shit. Je moet minder praten, sneller rappen, man. Show nummer 1? Ja, man. Ben je nu opgeladen? Ik ben altijd opgeladen, toch? Ja, hè? Ja, toch? Elke show. Soms ben ik heel moe en dan kom ik op stage. Vanaf het eerste moment gaat die knop bij mij om. En weet je, ik hou van dit. Ik heb hier zo hard voor gewerkt, dus ik voel me sowieso... Gewoon, ik voelde me al geblest toen ik vroeger in het buurthuis stond. Je hebt thuis vrouw, kinderen zitten. Ja, ja. Hoe gaat dat dan? Want je bent er nooit. Je bent papa, ja. Je hebt twee fantastische jongens. Nee, alleen in de zomer ben ik echt zoveel weg. En nu dan ook door het jaar heen, maar dan ben ik veel wel overdag thuis. Maar werkt dat? Nu succes hebben, kids hebben en alles? Of ja, is het... sowieso. Ja? Je laat het werken, klaar. Ik slaap gewoon niet. Nee, hè? Ja, jij kan me langer dan, maar ik slaap niet. Je slaapt echt niet, hè? Ik zit gewoon nu precies in de positie, weet je wel, waar ik wil zitten. Genieten. Ja, ze schreeuwen nog steeds. Moeten door naar show nummer 2. En dat is niet de minste. Lowlands. Ja, daar mogen wij bij zijn. Ja. Dat is toch keihard. Lekker, man, dit. Mensen staan gewoon voor hem te schreeuwen, hè? Ze blijven gewoon schreeuwen. Hallo! Ja, ja. Dit is mijn drugs. Dit zijn mijn medicijnen. Alle pijn die ik heb is verdoofd in mijn hoofd. Is alleen maar vuur. Oh na 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 na. Verlos me van het kwade. Want ik ga helemaal slecht. Bid voor mij, want ik feest voor mijn vader. Want... U mag zich melden bij de Witte Tent. Oké, dank je. Alsjeblieft, fijne avond. Hetzelfde. Heeft iemand JJ gezien? Nee, nee. Was in slaap gevallen. Oh, zou je hem hebben? Zou je hem hebben? Lowlands! We zijn er. Het is toch raar dat je gewoon... We kennen elkaar stiekem al jaren. En dit jaar is echt een soort van zijn jaar. Hij is gewoon niet te stoppen. Het is niet te doen. Hij gaat zo verschrikkelijk hard. Hij wordt overal erkend. Mensen staan voor hem in de rij. Het is echt een superster. Ben je wel eens vaak op Lowlands geweest eigenlijk? Nog nooit. Nee, ik ook niet. Volgend jaar mainstage. Als ik volgend jaar op een of andere groot podium hier sta, staan we hier weer samen, ja? 100%. Oké, top. Deal. Maar nu gaan we sowieso ook de tent afbreken. Wat denk je zelf? Het werken alleen is denk ik niet eens het meest killing. Het meest killing is het wachten, het rijden, het reizen.
Het wacht op eten, het wacht op drinken, het wacht op omkleden, het wacht op de show. En vandaag zijn het er maar twee. Je hebt er wel eens echt 6 of 7, hè? Ja, ja, ja. 6 of 7 shows op een dag. Ja, je gaat stage dive vandaag, weet je nog niet, maar echt stage dive. Ik ga stage dive. We gaan het zien. Volg allemaal even Stevie op Instagram. Legendary. Volg mij. Ik wil ook 10k followers. Ik wil ook naar boven swipen en naar de website gaan. Dus waar moet ze naartoe? At Mr. Wonder. OG Hoe spel Mr. je dat? At OG Mr. Wonder. Hoe spel je dat? OG MR WONDER. Nog een keer? At OG Mr. Wonder. En OG staat voor Original Gay Boy. Hier wil je zijn, zeg maar. Iedereen op zo'n podium staat altijd, yes, mag ik backstage? Dan zitten ze backstage. En dan is dit het. Prima. Komt ie. Oh! Peters in de lucht. Ja. Ze hebben ons echt op de kleinste tent ooit gezet. Het is dus zo heet daarbinnen, dat gewoon de lens beslaat. Ja. Maar het gaat er wel helemaal vanaf. Jij gaat steeds blijven, daar doe ik het voor. Sowieso. Dat is het. Sowieso. Dit is hem. Dit is de rider, de Golden Box. Erbij, hè? Alsjeblieft. Wat een sfeer, dames en heren. Als je niet weet, mijn naam is je broer. En ik ben hier met toestemming om deze hele tent te slopen met jullie allemaal. Ik wil alleen maar aanstekers en telefoons in de lucht. Ik weet dat jullie allemaal telefoons hebben. Vandaag een slow moment, let's go. JJ! Ja. Wat ben je aan het doen, man? Ik ben gewoon wakker. Ik doe alsof ik slaap. Alsof ik slaap? Ja. Zeg dan. Ah, ik ben zo moe. Goeiedag, dames en heren. Reis. Morgen moeten wij weer om 2:30 verzamelen voor de volgende shows, volgende dag. En het gaat er elke dag zo aan toe, zeg ik eerlijk. Ik weet niet hoe ik het overleef. Dit is de drive, man. Waar is JJ? De energie van de mensen, die laat ons overleven. Dat was fucking hard. Super gezellig dat jullie mee waren. Dankjewel. Precies.
voor deze gezelligheid. Dankjewel, Gabby. Ja? Ik vond het echt hard. Dankjewel voor het kijken. Abonneer even. Laat even weten wat je hiervan vond. Dat is heel erg tof als je dat doet. Laat even weten wat je hiervan vond. Ey, ik kan niet meer. Ik ben gesloopt. Moet je nagaan. 1 dag. Ik heb een uurtje slaap. Dankjewel. Later. Spuiten, huh? Mama ziet hem niet meer staan, begon van haar te pikken. Moeilijke keuze, maar ze moest hem wel eruit kicken. Nu slaapt hij in patieken, niemand geeft hem liefde.